Zeer geachte landgenoten. Het Holy feest of Pagwa-feest, ook het kleurenfestival genoemd, meldt zich ook dit jaar aan. Een feest dat wereldwijd wordt gevierd door hindoe's als ook niet-hindoe's als een belangrijke hoogtijdag in het hindoeïsme. Vandaar dat deze dag in ons land tot een nationale vrije dag is verheven. Het is mij een waar genoegen om u aan de vooravond van deze Nationale Gedenkdag toe te spreken. Ook dit jaar zal op diverse plekken in ons land door verschillende religieuze organisaties de Holika-verbranding plaatsvinden. Deze verbranding is onlosmakelijk met het Holy Feest verbonden. De symboliek hiervan is onder meer de reiniging van haatgevoelens, hebzucht, jaloezie en rok. Wij vieren in Suriname met z'n allen dit feest, sommige uitbundiger dan andere. Maar we mogen bij de viering niet voorbij gaan aan de diepere betekenis hiervan, die met stichtelijke holieliederen en muziek tot uiting komt. Onderdeel van de viering zijn de vele lekkernijen die worden bereid en het besprenkelen van elkaar met kleurstoffen en parfum. Het holiveest draagt het karakter van eenheidfeest in verband met het nieuwjaar bij de hindoes, het lentefeest, het overwinningsfeest en het oostfeest. In het noordelijk deel van de wereld, waar het winterseizoen eindigt en de lente aanbreekt, is de nieuwe fase in de natuur duidelijk merkbaar. De symboliek die aan deze verandering gekoppeld wordt is daarom ook pakkend. De overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van kennis op onwetenheid, van recht op onrecht en van waarheid op valsheid. In feite is de focus op een doorbreking van alle negatieve barrières die een scheiding tussen de mensen veroorzaken. Het komt erop dus neer dat het holy symbool staat voor het feit dat het goede altijd zal overwinnen. Hoe moeilijk de situatie ook mag zijn, hoe machtig het kwade ook mag lijken, dat dit alles niet van blijvend aard is, doch overwonnen zal worden en plaats zal maken voor de waarheid, het licht en het goede, met de inspiratie van de Schepper. Geachte Landgenoten, alle religieuze hoogtijdagen hebben een moraal die de mens herinnert aan de morele waarden en normen, zodat hij zich hiermee spiritueel kan verheffen. Wij zijn in Suriname gezegend met de rijke religieuze diversiteit, een rijkdom waaruit we allemaal kunnen putten op welk moment dan ook. En dit sociaal kapitaal moeten wij koesteren en tot verdere bloei brengen. Willen wij een goede wereld achterlaten voor ons nageslacht, dan zullen wij het verduurzamen van onze religieuze verscheidenheid als een plicht moeten zien. Bij het Holy Feest staat het hindoeïsme als religie centraal. En wij moeten met z'n allen met respect deze hoogtijdag benaderen. Laten wij als volk uit het Holy Feest hoop putten, maar ook kracht en inspiratie om telkens naar het hogere, en het betere te streven en met vervarenheid te werken aan het verheffen van ons land en volk. Mogen de Holy Viering ons inspireren tot orde, discipline, saamhorigheid en broederliefde, geduld en vertrouwen in het traject tot het verwezenlijken van welvaart en welzijn in Suriname. In het licht van het bovenstaande wens ik u allen. Maar in het bijzonder de Hindu broeders en zusters, mede namens de regering van de Republiek Suriname, een Shubholi 2019 toe. Ik dank u.